Dus zorg dat je tijdens de quiz niet als laatste eindigt. Want anders ben jij die chick of die gast die mee heeft gedaan aan 0 seconden ondergronds. Hey, pst. Ben jij bang in het donker? Die vraag heb ik namelijk eerder gesteld in een online video. En daar hebben heel veel kinderen op gereageerd. Ze willen allemaal meedoen aan deze nieuwe survival show die zich onder de grond afspeelt. Onder de grond. Hier onder mijn voeten bevinden zich allemaal grotten. Gigantische grotten. Ik zeg wel grotten, maar eigenlijk zijn het groeven. Mergelgroeven om precies te zijn. Deze werden door mensenhanden gemaakt om steen te winnen. En daar werden dan huizen van gebouwd, kastelen, boerderijen. En daar zijn ze in de middeleeuwen al mee begonnen. En eigenlijk zijn ze er nu nog steeds mee bezig. Dus kun je je voorstellen hoeveel tunnels er zijn hier beneden. Heel veel. Ik ben Sherry-Ann en dit is 72 uur ondergronds. Ruim 1000 jongeren hebben zich aangemeld en jullie zijn geselecteerd. 5 jongens en 5 meisjes. Je speelt niet voor jezelf, maar je speelt in teamverband. Dat betekent, lekker traditioneel, jongens tegen de meisjes. We gaan kijken wie het hoofd koel kan houden. We gaan kijken wie er fanatieker is, sterker is. En dat gaan we zien in de komende 72 uur. En hier strijden jullie voor. Jullie eigen 72 uur ondergronds blokkaal. Om te beginnen spelen we eerst een kleine quiz. En ik wil natuurlijk wel dat jullie wat weten over die grotten waar jullie zo dadelijk naartoe gaan. De spelregels. Ik stel een inschattingsvraag. Dan probeer je zo goed mogelijk antwoord te geven. En als je het juiste antwoord hebt gegeven, dan mag je hier bij mij een gordel pakken. En dan mag je daar naar de grot toe lopen. Ga je naar beneden. En als je eenmaal beneden bent, dan kom je niet meer boven. Oh ja, het goede nieuws is, ik ga met jullie mee naar beneden. Het slechte nieuws is, er zijn maar 10 gordels. Dus dat betekent dat er 1 iemand direct afvalt. Dus zorg dat je tijdens de quiz niet als laatste eindigt. Want anders ben jij die chick of die gast die mee heeft gedaan aan 0 seconden ondergronds. Vraag 1. We staan hier bij een kasteelruïne. En die is oud. Heel oud. Kasteel Valkenburg komt uit de tijd van ridders en jonkvrouwen. Oftewel, de middeleeuwen. Nu is de ruïne, maar ooit was die splinternieuw. In welk jaar werd begonnen met de bouw van dit kasteel? Draai maar om. Degene die het meest dichtbij zit is Ref. Goed gedaan, man. Huh? Hoe wist je dit? Ja, pure gok eigenlijk. Pure gok? Ja. Wil je het juiste antwoord weten? Ja. Dat is 1075. Dus je zat echt in de buurt. Ja. Jij mag bij mij een apcelgordel pakken. Ah. Okay. En een blok met je naam erop. Maar daar wil ik wel wat voor terug. Heb je een horloge of een telefoon bij je? Nee. Nou, als jij een ticket naar beneden wil, dan moet je die even inleveren. Zeker? 100%. Oké, okay. Zie ik je beneden. Ik ben Ref, dame 14 jaar, kom uit Breda. De eerste vraag had ik meteen goed. Dat gaf me gelijk een goed gevoel van, kijk, hier ben ik, ik doe mee. Vraag nummer 2. Onder onze voeten vind je een gigantische grot. Een serieus doolhof dat is ontstaan door mergelwinning. Hoeveel kilometer beslaat dit eeuwenoude gangenstelsel in totaal? En dan heb ik het over Zuid-Limburg. Laat maar zien. Oeh. De winnaar van deze vraag is Rishi. Kom maar.